Hoi Ingrid. Hey Henk. Het is vandaag 4 oktober. Ja, en? Dierendag. Nou, interessant. Ik heb geen huisdieren. Ik ook niet. Sommige mensen kopen een cadeau voor hun huisdier. Of ze kopen iets lekkers voor hun huisdier. Maar wij niet. Ik wil geen huisdieren. Jij ook niet, hè? Waarom wil jij geen huisdieren? Ach, ik heb het altijd druk, weet je. Ik heb geen tijd. Ik woon alleen. Soms ga ik een week op vakantie. Wie zorgt er dan voor mijn dieren? Nee, huisdieren, dat is niets voor mij. Nee, ik ben het met je eens. Ik wil geen dieren in mijn huis. Ik woon ook alleen, net als jij. Dat is toch helemaal niet leuk voor dieren. Ik ga om 8 uur naar mijn werk. Ik kom om 6 uur 's avonds thuis. Huisdieren moeten dan de hele dag alleen in huis zitten. Dat is niet goed volgens mij. En inderdaad, ik ga ook wel eens op vakantie. En wat dan? Ik kan een huisdier niet een week alleen in mijn huis laten. Echt niet. Welk huisdier vind jij het leukst? Ik bedoel, als je een huisdier kiest, welk dier vind jij het leukst? Ja, het leukste en mooiste huisdier vind ik een papegaai. Een papegaai zegt alles na. Ik zeg bijvoorbeeld tegen de papegaai: jij bent super. En dan zegt die papegaai tegen mij: jij bent super. Leuk toch? En papegaaien hebben mooie kleuren. Ik kies voor een hond. Ik vind een hond leuk. Een hond is lief. Een hond luistert naar mij. Ik kan een hond aaien, maar ach, niet nu. Misschien later. Ja, misschien. Oké. Oké, ik ga aan het werk. Doeg. Doeg, ik ook.